Goeie maandag en goedemiddag, beste nieuws-PV'ers. Afgelopen week schoof voormalig minister en vicepremier Maxime Verhagen aan om verhoord te worden bij de parlementaire enquête over de gaswinning. En op een zeker moment werd hij gevraagd naar een gebeurtenis in 2011, toen de Nederlandse Mededingingsautoriteit, oftewel de NMA, gashandelaar GasTerra een boete gaf van 400 miljoen euro vanwege monopolistisch gedrag. En voor een begrijpelijk verloop van dit betoog is het nu handig om te weten dat de grootaandeelhouders van dit beboete GasTerra op dat moment Shell, ExxonMobil en de Staat der Nederlanden waren en overigens nog steeds zijn. Oké. Uit geheime documenten bleek dat Verhagen van zijn ambtenaren het advies had gekregen om een stevig gesprek met deze NMA te voeren over die boete. Verhagen veegde deze boete dezelfde dag nog van tafel. Met andere woorden, hij annuleerde een besluit van een onafhankelijk toezichthouder waar hij zelf eigenlijk niks over te zeggen had en bevoordeelde zo Shell, ExxonMobil en de Staat der Nederlanden. Toen hij afgelopen week naar dit gesprek en dit besluit werd gevraagd, zei Verhagen: "It doesn't ring a bell." Ook toen de commissie hem er tot in detail aan herinnerde wie er destijds naast hem zaten, zoals Hans Velbrief en de voorzitter van de NMA, kon Verhagen zich het echt niet meer voor de geest halen. Het was zo'n schaamteloze leugen dat de commissie hem maar even de zaal uitstuurde zodat hij zijn geheugen kon opfrissen, maar ook daarna hield hij vol dat hij er echt niets meer van wist. Maxime Verhagen is niet de eerste oud-minister die zich bij de gasverhoren op een gebrekkig geheugen beroept. Annemarie Jorritsma, vicepremier tijdens de periode waarin de energiemarkt werd geliberaliseerd, zei meteen voorafgaand aan haar verhoor dat ze zich dingen misschien niet meer kon herinneren, wat natuurlijk verontwaardiging uitlokte. Je zou immers denken dat een oud kabinetslid en VVD'er na de nacht van Rutte niet meer zo dom zou zijn om te zeggen dat ze zich bepaalde zaken niet meer heugt. Maar ja, misschien was ze die nacht van Rutte ook alweer vergeten. Tijdens de enquête kon ze trouwens nog wel in geuren en kleuren vertellen wat er wel goed ging tijdens haar bewind. Dit schrijnt allemaal, die selectieve geheugens van Jorritsma en Verhagen. Het ergste is de minachting die er vanaf dampt en het misselijkste is de dubbele onverschilligheid die daaruit spreekt. Onverschilligheid voor de waarheid en onverschilligheid voor de gevoelens van de gedupeerde, voor wie deze blatante leugens de zoveelste ram in het gezicht zijn. En de afgelopen dagen spookt het woord onthouden door mijn hoofd. Dat twee betekenissen heeft die allebei op de verhoren van toepassing zijn. Onthouden kan betekenen dat je je iets in het geheugen geeft, maar onthouden wordt ook gebruikt om aan te geven dat je iemand iets ontzegt. De waarheid bijvoorbeeld, of gerechtigheid. En in die laatste vorm van onthouden blinken Jorritsma en Verhagen uit. Deze week schuift Henk Kamp aan bij de parlementaire enquête. Benieuwd hoeveel hem nog voor de geest staat. De schrijver Elie Wiesel zei in ieder geval eens dat er zonder herinnering geen beschaving is. Een zeer toepasselijke uitspraak in dit soort tijden. Zonder herinnering geen beschaving. Daar wou ik het voor vandaag bij laten. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.